Welkom bij weer een nieuwe video. Nou ja, nieuwe video. Ook hier thuis, rare tijden door het coronavirus. Ik heb vandaag niet een echte video voor jullie waarin ik iets laat zien wat ik ga doen. Ik heb er simpelweg geen tijd voor gehad. En dat komt natuurlijk ook wel mede door mijn kinderen. Zoals alle kinderen zijn ook zij thuis. Maar daarnaast is ook alle ondersteuning weggevallen die we normaal gesproken hebben om ons gezin draaiende te houden. Dus ook die ondersteuning is er niet. Wil dus zeggen voor mij hoofdzakelijk dat het best pittig is. Hard werken en maar hopen dat we, dat we het virus buiten de deur kunnen houden. Maar goed, we moeten het ermee doen. Net als iedereen moeten we er gewoon mee dealen. We moeten respect hebben voor de zorgmensen die best veel risico lopen door mensen die het virus hebben te verplegen. En ik heb respect voor die mensen. Maar er zijn veel meer mensen die gewoon moeten werken om de economie ook draaiende te houden. Mijn man werkt in de voedingsindustrie. Ook hij moet werken. Er moet immers brood in de supermarkten blijven liggen voor iedereen. Dus ook zijn werk gaat gewoon door. Hij werkt in ploegen en hij is nu nog vrij. Hij zit in zijn vrije weekend, maar morgen moet hij gewoon weer aan het werk. Dus ja, dan sta ik er grotendeels alleen voor met de kinderen. Thomas heeft sinds vandaag onderwijs op afstand. Respect voor zijn school, die dat toch op hele korte termijn goed voor elkaar heeft weten te krijgen. We hadden maandag al een hele dikke envelop thuis met allemaal gekopieerde taakjes wat hij kan doen. Hij gaat naar een cluster 3 school en groep 8 reguliere stroming. Dat wil zeggen dat hij gewoon hetzelfde pakketje volgt als ieder ander kind op een normale basisschool. En alleen hij heeft zijn therapieën ertussendoor. En hij heeft elke dag een rustperiode, omdat hij anders de dag niet doorkomt. Dan slaapt hij op een rustzaal. En dat kan niet op een normale basisschool. Dus vandaar dat hij in een cluster 3 onderwijs zit. Maar die hebben het heel goed voor elkaar weten te krijgen. Ondanks dat de kinderen toch wijdverspreid zitten. Het is dus niet zoals met een normale basisschool dat de kinderen allemaal in de buurt wonen. De leerlingen wonen wijdverspreid van de school. Dus petje af voor wat hun in korte tijd voor elkaar hebben weten te krijgen. Thomas zit inmiddels beneden op zijn slaapkamer. Ik zit op zolder even deze video te maken vandaag. En omdat ik jullie toch wil laten weten dat er geen echte video is vandaag. Ik ga proberen om voor zondag wel een video voor jullie te maken. Ik heb namelijk leuke materialen gekocht. Daar ga ik straks over vertellen. En ik ben het knutselen ook echt nodig om mijn hoofd weer leeg te krijgen. Dus ik ga bewust tijd vrijmaken om te knutselen. Ik neem Sophie wel mee naar boven. Ik kan net zo goed aan mijn camera aanzetten om video's te maken voor jullie. En dan kan ik jullie misschien nog inspireren om zelf ook lekker aan de slag te gaan. Want ik denk dat we daar allemaal goed aan doen. Heb je de tijd om te vreubelen? Ik kan me voorstellen, heb jij kinderen in huis? Is dat allemaal weer anders? Maar zorg goed voor jullie zelf. Blijf binnen als het niet nodig is om naar buiten te gaan. Ga lekker aan de frutsel, zeg ik al. En zorg dat jij je gewoon vermaakt. En dan komen we de weken wel door. Het is heel belangrijk. En ik vind het ook heel goed de maatregel die ze nu genomen hebben. Achteraf denk ik dat ze het wel wat eerder hadden kunnen doen. En vind ik dat ze er vrij laat mee zijn. Maar goed, dat is mijn mening. Ik begrijp het ook wel dat ze zo lang mogelijk geprobeerd hebben om het normale leven zoveel mogelijk door te laten gaan. Maar in de landen om ons heen was het al niet normaal meer. En ik denk dat wij er goed aan doen om de maatregelen die nu genomen zijn,
ja, daar moeten we ons gewoon aan houden. Dus blijf binnen en stuur ook vooral niet al je kinderen lekker naar buiten. Dat ze met elkaar gaan spelen, want dat doen kinderen. En ja, het is best lastig om de kinderen bezig te houden. Ik ben blij, Sophie heeft een 24-uursindicatie voor zorg. Nou, dat wil genoeg zeggen, denk ik. Zij moet 24 uur per dag verzorgd worden, aangestuurd worden, in de gaten gehouden worden. Dus daar zit voor ons gewoon een heel groot ding. Ja, het geeft best veel druk, maar gelukkig houdt zij ontzettend van knutselen. Dus zij gaat ook wel knutselen. En we moeten ons gewoon zien te vermaken. Wij hebben gelukkig een kleine achtertuin waar ze nog even lekker naar buiten kunnen. En, maar ik stuur dus mijn kinderen bewust niet naar een schoolplein om daar lekker te gaan spelen. Want dat doet iedereen. Als ik maandag ook keek op het schoolplein hier vlakbij ons. Daar waren zoveel kinderen aan het spelen. En ik denk, ja, daar horen de ouders ook verstandige beslissingen in te nemen. Je hoort je kinderen gewoon niet naar buiten te sturen. En dat ze allemaal gaan spelen met elkaar. Je moet het risico gewoon niet opzoeken nu. En je hoeft ook niet in paniek te raken. Maar neem het virus gewoon serieus. En ja, dat kan ik ook niet meer benadrukken. Neem het serieus. Overdrijf het niet. Ga niet hamsteren. Er is genoeg voorraad. En de winkels die raken alleen maar leeg. Doordat mensen als een idioot gaan hamsteren. En niks overlaten voor een ander. En doe dat gewoon niet. Het is niet nodig. Er is genoeg in de centra's waar ze kunnen aanvullen. Maar ja, ze moeten die tijd wel krijgen om aan te vullen. En ja, ga dus niet hamsteren, want het slaat gewoon helemaal nergens op. Ga lekker online kopen. Heb ik ook gedaan. Ik ben afgelopen weekend wel weg geweest. Heel bewust ook. We zouden naar de Art Specialty gaan. Die beurs is afgelast. Dat kregen we donderdagavond te horen. Het hotel, ja, daar ging het eigenlijk gewoon door. We konden wel annuleren, maar we waren ons geld kwijt. Nou, dan heb ik heel goed thuis overlegd, wat gaan we nu doen? Eigenlijk vond ik het heel jammer dat we het geld kwijt waren. Ja, we konden thuis blijven, maar mijn vriendin en ik hebben toch besloten om te gaan. En achteraf ben ik ook wel blij dat ik ben gegaan. Ik ben er even uit geweest. Ik wist eigenlijk wel wat er ging komen. En ja, ik heb even het moment voor mezelf gehad. Eventjes aan iets anders kunnen denken als aan de zorg voor de kinderen. En ja, dat had ik ook eventjes echt nodig. Want ja, voor ons gaan dit gewoon hele zware weken worden. En het is niet anders. We komen er ook wel doorheen. Maar goed, ik was wel even dat momentje nodig. We zijn in het hotel ook echt in de watten gelegd. Ze waren heel erg aardig. En ze deden hun stinkende best om het ons naar ons zin te maken. En ja, ik ben blij dat ik gegaan ben. Maar we zijn dus zaterdag ook nog naar wat hobbywinkels geweest. Want we wouden eigenlijk, hadden we een lijstje gemaakt voor onszelf. Wat we wilden gaan kopen. Ik spaar altijd de koopzegeltjes van de Albert Heijn. En die lever ik vlak voor de beurs in. En dat is mijn bedrag wat ik in het weekend mag uitgeven. Natuurlijk niet alleen aan hobbyspullen, maar ook aan eten, versnaperingen. En, maar goed, dat bedrag heb ik allemaal gehouden. Want ik heb gewoon niets uitgegeven bijna dat weekend. En ik heb maandag achter de computer heb ik bestellingen gedaan bij diverse hobbywinkels. Hobbywinkels die op de beurs zouden staan. Ik wou ze op die manier toch ondersteunen. Ze hadden materialen ingekocht. En ja, ze hebben kosten gemaakt. En door mijn materialen bij hun te bestellen, heb ik mijn inkopen gedaan, zodat ik toch mijn spulletjes kon kopen die ik eigenlijk had willen kopen op de beurs. Nou, het eerste heb ik gisteren al binnengekregen. De rest komt nog en ze hebben mij gisteren al gebeld. Er zijn ongelooflijk veel bestellingen daar binnengekomen. En ja, ik begrijp dat het nu niet meer zo is. Vandaag besteld, morgen in huis. En geeft allemaal niks. Laat ze gewoon de tijd nemen. En ja, als ik het nou een paar dagen later krijg, is het ook prima.
Maar deze stencils heb ik dus al gekregen. Ik ga ze jullie laten zien. Ik ga ook linkjes plaatsen onderin de video. Daar in de omschrijving, daar kun je linkjes terugvinden naar deze stencils. Daar zal ik alle nummers vermelden. En daar zal ik gewoon vermelden waar ik ze gekocht heb. Dan kunnen jullie ze daar ook kopen. Ik heb hele leuke stencils van Dilutions. Ik heb er 2. Ik krijg er nog meer. En die heb ik dus bij een andere webwinkel gekocht. Ik heb namelijk alles verdeeld. En vond ik wel zo eerlijk om niet alles bij eenzelfde hobbywinkel te kopen. Dit zijn 2 stencils van Dilutions. Dit zijn nieuwe stencils. En ik heb gekozen voor de kleinere. Voor mijn art journal pagina's. Ik werk namelijk op een kleiner formaat. 7 inch bij 5,5 inch. En dan vind ik de kleinere formaten vind ik gewoon wat beter passen. Nou, ik kan met deze stencils hele leuke dingen doen. Ik kan hier kaders mee maken. Dat is wat ik wil gaan doen met mijn art journal pagina's. Ik ben bezig met nieuwe achtergrondtechnieken aan het oefenen voor mezelf. En daar heb ik ook stencils voor gekocht om dat daar nog beter mee te gaan doen. Nou, deze is van Woodware. En deze heb ik ook speciaal gekocht om kaders mee te gaan maken. En er staan gewoon heel veel verschillende motiefjes op die je daarvoor kunt gebruiken. Nou, deze van Craft Emotions, dat zijn echt de bloemen. Vooral deze magnolia is natuurlijk ontzettend leuk. En daar ga ik ook leuke dingen mee doen. Voor de achtergronden wat ik aan het maken ben, wil ik deze stencils gaan gebruiken. Ik ga ze gebruiken met verf. Ik ga ze gebruiken met gesso. Ik ga ze gebruiken met modeling paste. Een structuurpasta. Ik ga er van alles mee doen. Je gaat het allemaal nog wel zien in de video. Nou, deze van Dutch Doobadoo heb ik speciaal gekocht. Ik gebruik dit stencil van de Studio Light gebruik ik heel veel in mijn art journal pagina's. Nu weet ik dat deze gewoon niet meer te koop is. En omdat ik toch wil laten zien, ik wil werken met materiaal wat nog te koop is bij de winkels, ga ik deze dus wel voor mijn privé projecten gebruiken. Maar ik ga ze niet meer, deze niet meer gebruiken in een video. En daar wil ik andere stencils voor gaan gebruiken. En daarom heb ik bewust gekozen voor dit stencil onder andere van de Dutch Doobadoo. Ik weet, de Dutch Doobadoo heeft stencils die blijven in het assortiment zitten. Die blijven te bestellen bij de groothandels. Dus de winkels kunnen ze blijven verkopen. En zijn ze in jouw winkel niet meer te koop waar jij jouw inkopen doet, dan kun je er naar vragen. En de winkelier kan dan deze stencils bestellen bij de groothandel. En daar zijn ze gewoon nog op voorraad. Ik vind het ontzettend jammer dat Studio Light dat niet doet. Dat stencils vrij snel uit het assortiment gaan. En dat ze dan niet meer te bestellen zijn bij de groothandels. En ik vind dat gewoon jammer. En niet iedereen heeft een heel groot budget. Dus jij koopt zo'n stencil terwijl jij echt moet schipperen met jouw geld. En jij koopt dan een stencil in de hoop die heel vaak te kunnen gebruiken. En nou kun jij op een gegeven moment kun jij daar gewoon geen inspiratie meer mee vinden. Omdat er geen video's meer mee worden gemaakt. Omdat ze niet meer te koop zijn in de winkels. En eigenlijk is dat best jammer. Een tip vind ik voor Studio Light. Houd die dingen gewoon wat langer in het assortiment. En je hoeft er niet veel van te hebben in je assortiment. Maar ja, zorg gewoon dat het te bestellen is door de groothandels. En dat het bij de winkeliers te bestellen is, mocht een klant daar naar vragen. Maar goed, dat is niet aan mij. Ik ga dus een beetje overstappen op andere stencils die dus wat langer te verkrijgen zijn. En wat heel erg in opkomst is, dat zijn de stencils van de Pronti. Ik vind ze ontzettend leuk. Ik heb er al een aantal van en ik heb er nog een aantal bij gekocht. Ik heb er nu 2 van binnen. Deze zijn van Yolanda de Ronde en ik vind ze ontzettend leuk. Ik vind dit heel erg leuk om in een achtergrond te gaan gebruiken. Dus deze ga je ook zeker vaker voorbij zien komen. Ik wil wat mixed media achtergronden gaan maken in vintage stijl. En daar past deze gewoon ontzettend goed bij. Dus die ga ik gebruiken.
En dan heb ik deze gekocht. Deze is op A4 formaat. Ik heb deze gekocht omdat hier een heel mooi bloemenpatroon is. En hier zijn allemaal patronen. Die kun je gebruiken om kaders mee te maken. En dat is wat ik ook veel ga doen in mijn art journal pagina's. Nou, vandaag gaan jullie het dus niet zien. Maar de komende tijden ga ik gewoon proberen sowieso elke woensdag, elke zondag een video te plaatsen. Gaat mij misschien niet altijd lukken. Vooralsnog is hier in mijn gezin niemand ziek. Maar het kan natuurlijk zo gebeuren dat, ja, dat ik zelf of mijn kinderen of mijn man ziek word. Ja, en dan wordt de situatie gewoon anders. En dan gaat het dus misschien gebeuren dat ik gewoon geen video kan maken. Nou, heb ik dan geen video online staan, dan weten jullie in ieder geval van dat ik er alles aan gedaan heb om een video voor jullie te maken. Maar dat het gewoon niet gelukt is. Ik heb deze video speciaal voor jullie gemaakt op YouTube. Ik weet dat niet iedereen mij volgt op Facebook, op Instagram, op mijn blog. En ja, ik wil jullie ook kenbaar maken dat ik mijn best doe om video's te maken voor jullie. En, maar dat er ook een tijd kan gaan komen dat het mij gewoon niet meer gaat lukken, een tijdje. We moeten ons allemaal gewoon aanpassen en ja, ik doe het ook. Ik neem het heel serieus. Ik ga niet naar buiten als het niet hoeft. Dat wil zeggen, niet naar winkels, niet naar gelegenheden. Ik heb gelukkig een achtertuin waar ik lekker even naar buiten kan. Dus zeker met het mooie weer gaan we dat ook wel doen. We zijn ook lekker met de tuin bezig. Een beetje met de plantjes. Vooral Sophie, die moet daarin bezig gehouden worden. En ja, het kan vandaag nog. Volgens mij wordt het morgen weer wat minder met het weer. We zien het allemaal wel. En ja, zoals iedereen, ook wij moeten het gewoon uitzitten. Hopen dat je niet ziek wordt. Ben je ziek? Heel veel beterschap. Denk goed om jezelf. Ben je nog niet ziek? Ja, doe er alles aan om niet ziek te worden. En ja, denk goed om jezelf, om je medemens. En ja, dat kan ik ook niet genoeg benadrukken. Kijk ook vooral eens naar de mensen om je heen. En er zijn heel veel oudere mensen die zichzelf misschien niet zo goed kunnen redden. Kijk ook eens uit naar hen. En mijn vriendin waar ik mee weg ben geweest het weekend is momenteel niet erg mobiel. En ze kan zichzelf niet helemaal goed redden. Dus wij halen de boodschappen, dat doen we al een tijdje, maar nu zeker. We halen de boodschappen voor haar. We halen haar een aantal keer in de week op dat ze bij ons kan eten. Dat ze even de gezelligheid om zich heen heeft, want zij is alleen thuis. Haar man is overleden. En ja, zo proberen we haar gewoon te helpen. En, ja, en zij helpt ons, want de kinderen vinden het ook heel fijn als zij bij ons is. En ja, zo help je elkaar. En ik bel ook bijna elke dag even met haar. En videobellen is een hele goede optie. Dan kun je namelijk zien of het ook wel echt goed gaat met iemand. Je kunt natuurlijk heel gemakkelijk bellen en aan de telefoon zeggen, het gaat goed. Maar ga je video bellen, dan zie je ook dat het echt goed gaat. En ja, dat geeft toch iets meer rust. Zeker bij mij. En ja, zo doen we het met elkaar. En ik hoop ook dat jullie dat allemaal gaan doen. En ja, pas verder goed op jullie zelf. Ik heb voor vandaag niets meer te vertellen. Ik ga naar beneden. Het is nu 9 uur dat ik dit film. Ik ga kijken hoe het Thomas gaat met zijn school. En Sophie zit beneden achter de laptop. Die is lekker een spelletje aan het doen. Mijn man is beneden bij haar. Dus ja, ik ga mijn dagelijkse dingetjes weer doen. En ik verwacht dat ik vrijdag vast wel tijd heb om lekker naar boven te gaan. Ik neem Sophie wel mee voor een video. En dan hebben jullie zondag weer een leuke video om naar te kijken. Ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. Heb je nog niet geabonneerd op mijn videokanaal? Doe dat gewoon. Je mist dan geen enkele video meer. Of je ziet de video in jouw abonnementenfeed. Of je krijgt een melding. Als jij op het belletje klikt, krijg jij een melding zodra de video weer online staat. En ja, dan mis je gewoon niks.
Heb je vragen? Heb je opmerkingen? Zet ze er gewoon in. En ja, dan hoop ik jullie gewoon zo snel mogelijk weer terug te zien bij je volgende video. Dus dankjewel voor het kijken en graag tot snel.